Leuk dat je kijkt naar weer een nieuwe aflevering. En vandaag ga ik op bezoek bij modeontwerpster Tosca Otte. Zij richtte haar eigen label op in 2016 en zij maakt de mooiste couture-creaties. En ik ben heel benieuwd naar het verhaal achter haar label. Nou, dankjewel voor de uitnodiging. Leuk dat ik vandaag hier in jouw atelier op bezoek mag komen. Kun je voor iedereen die jou nog niet kent, kun je iets over jezelf vertellen? Dat kan ik. Tosca Soraya Otte. Ik ben Amsterdamse, ben hier geboren, ben deels Indonesisch. Heb daardoor heel erg ook interesse ontwikkeld in cultuur en in eigenlijk avontuur en reizen. Wat ertoe heeft geleid dat ik naar het Amfi, na het Amfi naar Shanghai ben verhuisd voor mijn eerste baan. 2 jaar gezeten, dan krijg je een beetje reiskriebels en wil je meer. Ik heb toen in Noord- en Zuid-Amerika ook een beetje gefreelanced en gereisd en showtjes gedaan en dergelijke. En ben daarna mijn droom achterna gegaan naar Parijs. Waar ik mijn masters heb gedaan en bij aan het IFM. Omdat ik ook echt zocht naar couture en echt de high-end en gewoon het hele poëtische eigenlijk van de modewereld. Merkte toch dat ik daar niet helemaal klikte, dus na bijna 5 jaar ben ik teruggegaan naar Amsterdam. Waar ik aan de bak kon aan mijn droombaan bij Ilja Visser, waar ik de couturecollectie mocht ontwerpen. En na 2 jaar ging dat helaas niet meer vanwege het bedrijf. En ben ik voor mezelf gestart. Wat ik al een kriebel. Ik had altijd al een kriebel. Ik wil iets voor mezelf, maar wat en hoe? Ja. Ja, en toen was er opeens het moment. En toen dacht ik, nou dan spring ik er maar in. En dan ga ik er gewoon voor. Ja. En toen kwam ik hier terecht, gelukkig. Nadat ik in mijn woonkamer was begonnen met schilderen. Werkt niet. Heb ik gelukkig dit fantastische plekje gevonden. Ja. Dus welkom. Ja, dankjewel. En Tos Gallery is jouw merk, jouw label. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Heel lang gezocht naar een goede naam. Tos is gewoon, nou ja, wat mijn vrienden me allemaal noemen, lekker een afkorting, makkelijk. Een gallery ging meer omdat ik hou heel erg van mode, maar ik weet eigenlijk al dat ik niet mijn hele leven alleen maar mode wil doen. Ik vind heel veel dingen leuk. Ik hou ook heel erg van film als medium, van fotografie, van schrijven, van... Ja, ook zelfs van experiences creëren, zeg maar. Dus ik heb het gallery genoemd omdat eigenlijk dan het een merk wordt waar ik al mijn creativiteit op de lange termijn ook in kwijt kan. En omdat ik een crossover met de kunst heel erg interessant vind, het is ook echt begonnen met handbeschilderde zijde sjaals. Dat is zeg maar mijn eerste product. En van daaruit ben ik stoffen gaan ontwikkelen en van daaruit ontwikkel ik borduursels en van daaruit ontwikkel ik weer collecties. Dus het begint allemaal met gewoon heel flauw eigenlijk schilderen en gewoon ik en een penseel en that's it. Dat vind ik het mooie eraan en van daaruit kan het eigenlijk heel erg veel kanten op. Want wat is het dan dat je wil bereiken met je werk? Het heeft dus niet per se met de vorm te maken dat het in mode is of in film. Of... Het gaat heel erg om een esthetiek voor mij. Mm-hmm. Ik ben ook heel erg op zoek naar... Ik heb een beetje een haat-liefde relatie met mode ontwikkeld in de afgelopen 10 jaar. Een onderdeel daarvan is ook dat ik vind dat mode heel erg westers kijkt. En heel erg naar ook inderdaad van wat er cool is en wat er op straat gebeurt. Ik vind de straat helemaal tof. Maar ik ben hiervoor juist echt gaan zoeken naar in mezelf en wat zeg maar mij echt heel diep raakt en wat ik mis. Dus het is een hele poëtische kant op gegaan die bij mezelf is begonnen toen ik als kindje tekende en in mijn droomwereld zat en hele fantasiewerelden aan het schetsen was. Dat is eigenlijk mijn beginpunt. En ik zoek ook naar inderdaad dat, maar ook naar een manier om... iets neer te zetten wat niet per se is verbonden aan een seizoen. Het is ook stories, not seasons, omdat ik echt zoek naar meer verhaal en iets meer om te vertellen, iets meer om mensen te trekken in een andere wereld. Dus het is inderdaad zeker wel verbonden aan vorm, maar in vorm in de breedste zin van het woord eigenlijk. En wat wil je dan ermee vertellen? Je zegt, ik hou erg van de straat, en, maar er is ook iets wat ik mis in de huidige mode. Ja. Wat is dat dan? Ik merkte in Parijs ook heel erg dat mode best wel beperkend is. Ten eerste is het tijdelijk. En daar heb ik niet zoveel mee. Ik zoek echt naar een esthetiek en een schoonheid die eigenlijk past bij iemands stijl. Het wordt meer een stijl dan dat het een modeding is. Mode is een seizoen is 6 maanden en dan moet je weer iets nieuws kopen, bewijs van. Ik ben meer op zoek naar inderdaad echt het vinden van echt goede vormen, goede pasvormen die gewoon een schoonheid en esthetiek hebben die eigenlijk... bij heel veel mensen zou kunnen passen, maar ook die niet echt verbonden is aan een seizoen. En ik merkte in Parijs inderdaad dat die beperktheid ook ligt in stijl. Het is heel westers.
Westers is mooi, en daar ben ik het ook niet mee eens, zeg maar. Dat is echt super beperkend. Ik kijk ook heel graag naar Afrikaanse silhouetten, naar Japans, naar eigenlijk andere uithoeken van de wereld. En dan niet alleen om een printje te jatten, maar eigenlijk gewoon om te kijken hoe dragen die mensen eigenlijk hun kleding, wat is de silhouet, wat is de gedachte erachter. Gewoon wat dieper te duiken in. Maar ook inderdaad in keuze van modellen. Dus dat heel veel toch nog steeds westers ziet. Maar ook bijvoorbeeld als je in China bent. Als je blond bent, dan kun je ongeveer alles verkopen. Maar als Chinees kun je het een beetje vergeten, want dat is niet cool, zeg maar. Het is nog steeds dat westers wordt gezien als een als iets boven andere culturen in de mode. En daar heb ik echt niks mee. Zoveel mooi. Zoveel mensen zijn mooi. Er is zoveel moois in de wereld. En het is ook een creatief ding, denk ik, dat je nieuwsgierig blijft naar meer en naar anders. En dat dus heeft zich nu, denk ik, ontwikkeld naar mij inderdaad van, oké, maar wat snel, wat vind ik echt heel mooi? Wat raakt mij dieper? En dat is toch echt wel naar dingen die misschien anderen nog niet echt hebben bekeken. Naar iets wat ik niet zie. Ik zoek altijd dat wat ik niet kan vinden of zo. En dan wordt dat de zoektocht. En voor wat voor vrouw of persoon ontwerp jij dan? Heb je dat heel erg op je netvlies als je bezig bent? Het is wel een bepaalde, ik denk dat er meer een bepaalde mentaliteit bij haar hoort. Een bepaalde esthetiek. Dan dat het echt iemand is van, joh, je zit tussen de 15 en 35 jaar, ik zeg maar wat. En je shopt daar en je koopt dat tijdschrift. Dat is te ingewikkeld, denk ik, tegenwoordig. Ik denk dat dat ook niet meer is van deze tijd. Er zijn wel vrouwen, denk ik, die ook de wereld in zijn gegaan. En die ook zien, naar zoeken naar een bepaalde schoonheid, naar kunst, naar die houden van ambacht. Die zien dat de hart is gewerkt aan een stuk. En die niet even snel een t-shirtje willen hebben voor dat feestje, zeg maar. Dat is niet de doelgroep. Nou ja, nu je het daarover hebt, jouw ontwerpen zijn heel bijzonder en worden ook niet op de meest makkelijke, snelle manier gemaakt. Nee, klopt. Kun je daar iets over zeggen? Het is gewoon een passie. Dat vind ik gewoon fantastisch. Als echt nog. Ik ben eigenlijk mode ingegaan omdat ik op mijn 9e of zo een boekje had geleend van de Biep. Mm-hmm. Met dan allemaal draperieën en modeontwerpen en wat het inhield. En het ambacht en alles met de hand. En het spelde van de stof om net de goede mouw op de goede plek te krijgen. En dat, nou, toen was ik eigenlijk helemaal om. Dus dat is waarom ik erin ben gegaan. En niet om technische tekeningen in Illustrator te maken of te gaan shoppen om te kopiëren. Dat vind ik echt super oninteressant. Ik hou echt van eigenlijk belachelijk veel tijd steken in een stuk en daar gewoon het helemaal in de puntjes super mooi te maken en tot elk detail dat het gewoon is zoals ik wil. Ja. En dan heb je echt iets van, oké, nu is het gewoon zoals ik het wil hebben, nu is het fantastisch en nou, dan kan ik naar de volgende. Ja, want de prints die jij op je kleding maakt, die schilder jij vaak zelf, hè? Ja, het is zeg maar het proces. De grap is, ik ben dus begonnen met zijden sjaals, omdat ik heel erg hou van tekenen en kleuren en dat is echt. Het leuke daaraan is dat het echt heel impulsief is. Je kan niet gummen. Mm. Dus als het erop zit, zit het erop. Dus je moet echt heel, heel intuïtief eigenlijk ben je aan de gang. En daar hou ik heel erg van. En aan de hand daarvan dacht ik van, oh, maar ik hou ook van materialen heel erg. Hoe kan ik dat gaan doen? En ik had nog een contact in Parijs die de stof ontwikkelt, ook naar ontwerp. Dus ik ben met hun weer gaan contacten en we zijn de samenwerking aangegaan. En aan de hand daarvan ben ik materialen gaan ontwikkelen. Ja, en toen kreeg ik natuurlijk de kriebel van, oh, hier kan ik hele mooie tijdloze stukken van maken. Die dus wel bijzonder zijn en anders en toch modern. Ik vind modern toch wel heel belangrijk. Zo is dat balletje eigenlijk gaan rollen en zo ben ik eigenlijk gaan werken. Dus ik ben nu bezig met de tweede. Dus de nieuwe materialen die achter ons hangen zijn ook voortgekomen uit sjaals die ik al meer dan een jaar geleden heb geschilderd. Maar dan is het opeens toch weer iets helemaal nieuws. En ik hou er ook al van om inderdaad niet te snel dingen in de hoek te gooien van nu is het klaar, nu hoef ik het niet meer te zien. Ik hou er juist van, oh, maar kan ik er niet nog iets mee? En anders heb je ook weer toch dat wegwerpmentaliteit. En dat, ik probeer daar een beetje niet mee te dealen. Dus om zeg maar ook no waste en alles wat ik heb om daar juist iets moois weer van te maken ook al. Ligt het er al een poosje weer ergens anders of is het alweer door iemand gedragen of het maakt eigenlijk niet uit. Ja. Wat kan ik er verder nog mee? Dus het is bijna een heel organisch proces ook altijd bij jou. Van het een komt weer het ander. Exact. Ja. Niet te voorspellen. Nee. Ik stap ook niet echt erin met een eindproduct in gedachten. Wel een idee, maar ik laat het lekker vaag omdat ik weet van nou ja, dan begin ik en dan komt er weer iets anders tussendoor en dan ga ik toch weer verdraaien. En dan uiteindelijk komt dat eruit wat ik wil, maar dat weet ik niet aan het begin.
wat het is wat ik wil. Dus ik laat het lekker open. Ik vind het wel heel erg bijzonder dat je deze manier kiest van werken, maar ook van produceren. Maak je het daarmee ook niet heel erg moeilijk voor jezelf? Oh, jawel. Ja. Ja, heel erg. Wist ik ook van tevoren. Maar ik vind het belangrijk dat ik nu iets doe wat gewoon wat ik echt wil doen. Ik ben geen 22 meer. Klaar met het, inderdaad het pad volgen wat wordt verwacht, zeg maar. En gewoon ervoor gaan wat ik voel. Ja, dus ook al is dat de lastige weg of kost het je heel veel bloed, zweet en tranen. Ja. Yep. Ja, want het is het waard. Het is het enige wat het waard is dan. Want anders doe je toch weer iets voor iemand anders of iets makkelijks. En dan, bij mij blijft er dan gewoon iets knagen. Iets van, dit is toch niet, het ligt niet, het komt niet uit het hart of zo. En dan blijft er altijd bij mij iets van, ja maar, weet je, ga er nou voor de what if. Ik hou niet van de what if. Als je met minder genoegen zou nemen, zou het dan voelen als... Ik denk dat ik dan spijt zou hebben. Op een gegeven moment dat je dan terugkijkt naar 10 jaar en denkt, godver, waarom heb ik het nou niet gewoon geprobeerd? Ik had alle kansen, ik kon het gewoon doen. En als ik op mijn bek val, jammer, dan kan ik altijd weer fulltime gaan werken. Maar dan ben ik er wel voor gegaan. Ja. Ik wil niet leven op een manier dat je dan 60 bent en je lichaam kapt ermee bijvoorbeeld. En je hebt niet gedaan waar je van droomde. Dan doe ik het liever gewoon. En dan als die werkt, dan heb ik het gewoon geprobeerd. Ja. Heb je dat altijd ook al, je zei van als kind leende ik een boek in de bieb en toen is het eigenlijk begonnen. Ja. Had je altijd dan ook dit idee erbij van ik wil dan op die manier werken of dat soort verhalen vertellen? Nee, ik had toen meer iets van, ik verhuis later naar Parijs en ik word een nieuwe Dior. Dat was mijn hele plan. Ja, dat ging gewoon gebeuren. En nu kom ik erachter dat er toch wel hysterisch veel... andere dingen ook bij komen kijken, waaronder netwerken en organisatie en budgetten en allemaal dat soort leuke grappen. Ja. Waar ben jij nou het meest trots op? Ik denk dat ik echt heel erg trouw aan mezelf ben gebleven. Maakt niet uit in wat voor hoek ik ben gegooid. Dat ik toch, ik probeer wel dingen, ik probeer ook commercieel, ik probeerde ook van alles en nog wat. Maar dat ik toch mijn intuïtie me altijd een soort van echt wel een schop onder mijn reet geeft als ik iets aan het doen ben wat gewoon niet bij me past. Wat echt tegen me gaat werken en dat ik daar heel trouw aan ben gebleven. Zowel in ontwerp als persoon. En ik merk nu inderdaad dat ik daardoor steeds meer ook echt personen om me heen heb die helemaal goed bij me liggen. En dat ik echt aan het doen ben waar ik helemaal blij van word. Echt in mijn diepste zelf, zeg maar, van... We hadden gisteren een meeting voor de borduurdingen, voor de nieuwe collectie. Nou, ik word helemaal hysterisch blij ervan. Zeg maar helemaal, dan weet ik gewoon dat het goed is, zeg maar. Het is niet makkelijk, maar het is gewoon wat ik wil. En daar ben ik wel trots op dat ik dat durf. En wat voor advies zou jij, of tip zou jij hebben aan anderen die ook misschien als klein meisje een hele grote droom hadden en nu denken van, misschien moet ik daar ook maar een keer werk van maken? Neem je tijd. Geen haast. Neem je tijd ervoor om gewoon echt rustig te researchen en om dingen uit te vogelen en om met veel mensen te kletsen en... Maar trek je ook niet te veel aan van mensen die zeggen, dat kun je niet doen of ben je gek of de. Maar wees praktisch. Dus als mensen dat zeggen, is er vast een reden voor. Maar het is meer, neem je tijd ervoor, zoek het rustig uit. Maar als het iets is wat blijft knagen, moet je er wel echt iets mee gaan doen. Anders ga je er gewoon spijt van krijgen. Ja. Denk ik dan. Of het is een keus. Van oké, of je kiest ervoor dan om het te laten liggen. Maar ik zou zeggen, ga ervoor. Heb ik niks aan toe te voegen. Ja, dankjewel. Echt super dat wij hier een kijkje mochten nemen. Ook naar je nieuwe stoffen. Ja. En ook in de plek waar jij aan jouw mooie dromen werkt. Dankjewel. Geen probleem. Leuk dat je hier waren. Ja, super. En voor jullie allemaal thuis, dank voor het kijken. Vond je Tosca en haar manier van werken en kijken ook heel erg leuk? Volgende keer gaan we een kijkje nemen in haar kledingkast. En ik ben heel erg benieuwd wat daar allemaal voor moois hangt. En die draag je ook? Ja. Ben je niet bang dat die vies wordt? Nee, doe ik niet aan. Ik vind als je het koopt, dan moet je het ook gewoon dragen. Dus kijk volgende week weer.